We hebben nu het Vlaamse voorjaar achter ons liggen en nu gaan we het Waalse drielak aansnijden. En voor ons is het dan de tweede manche van de Continental Cycling Heroes Tour, de Philippe Gilbert Classic. Die vertrekt in zijn achtertuin hier in Mochon, met verschillende hellingen van Luik-Bassenaken-Luik, maar ook van de Waalse pijlen. De Rochefoucauld is een heel lastige helling. Het is ook heel belangrijk voor op tijd te schakelen, aangezien het zwaartepunt in het begin van de helling ligt. Je komt vaak van een snelle afdaling daar ook. En als je niet op tijd schakelt, heb je kans dat de ketting van het voorpad valt. De Muur van Oei is een andere bekende helling in de Philippe Gilbert Classic. Meer bekend van de Waalse pijl, waar hij toch altijd scherp rechter is in de finale. Ik zou iedereen aanraden om in de bochten vooral de buitenkant te nemen. Op de schilderingen van Hoei is het heel gevaarlijk om door te slippen. En ook de binnenbocht is zelfs tot 25%. La Redoute, 1,7 kilometer lang, waarvan we halverwege een stijl stuk hebben van een 20%. Dus ik zou de toerders aanraden om langs de snelweg rustig te beginnen. En dan op het steile stuk de laatste energie dan nog in de benen zit eruit te fietsen. We zijn hier boven op de laatste helling van de Classic. We gaan zo dadelijk een mooie brede afdaling in. Maar wat betekent dat je toch alert moet blijven. Ook heel goede bochten aansnijden, remmen voor de bochten, zodat je de grip goed houdt op de tubes. Ik raad iedereen aan het voorbeeld te nemen van de profs en zeker de veiligheid zelf op te zetten. We hebben een heel mooi voorbeeld gehad in de Ronde van Vlaanderen, waar Peter Sagan heel hard tegen de grond ging en zijn helm hem zeker behoed heeft van grotere schade. Starten zonder helm is geen optie. Continental Tires, proud sponsor of the Cycling Heroes Tour.